vorige week wel goed gaan. Na het optreden was ik een beetje sip. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ik had het idee dat het niet echt overkwam. Het ging niet helemaal naar wens. Ik had gewoon veel meer mijn gevoel erin willen gooien. Maar het zat er gewoon even niet in. Het moment of zo. Ja, gewoon balen. Gooi die muur weg. Ga een keertje janken op het podium. Dus vindt niemand erg, maar zingen kan je. Of het een muur is, weet ik niet of ik, wat ik om me heen heb, of ik het zo moet noemen. Het is gewoon ook een hoop onzekerheid. En mensen verwachten vaak als ze mij zien dat ik dat totaal niet ben. Iedereen denkt dat het als stoer wijf, maar dat is echt helemaal niet zo. Ik ben eigenlijk het grootste mietje dat er bestaat. Gewoon, ik durf helemaal niks. Ik vind alles eng. You're the voice, try and understand it. Make a noise and make it clear. Ik denk dat Lisa volledig haar ei kwijt kan in dit nummer. Het is hoog, het is gevoelig, het heeft een boodschap. En als ze die boodschap kan overbrengen met deze stem en haar uitstraling, ja, dan moet het goed komen. Begrijp wat je zingt. Ja, het is een beetje een strijdlied eigenlijk. Ja, maar dat gevoel krijg ik er echt bij. Nou, het is toch elke strijd? Ja. Het is elke week een strijd. Ik ga wel echt voor het winnen natuurlijk, daarom doe je uiteindelijk mee. Het wordt wel steeds spannender en ook wel steeds belangrijker. En je moet gewoon steeds harder werken. Want iedereen, je ziet gewoon dat iedereen iedere week een stukje beter wordt. Hier is Lisa. Chance to turn the pages over. We can write what we want to write. We gotta make ends meet before we get much older. Ja, Lisa, dit is even lastig, want het liedje is eigenlijk niet echt te gek geschikt voor zo'n big band. Maar deze big band is niet zomaar een big band. Nee. Die spelen alles
echt briljant. En dit dus ook. En ze nemen jou mee, gelukkig. Maar. Je hebt het fantastisch gezongen. En dan denk ik, dan zie ik Gordon op tafel springen. En dan denk ik, ja, Gordon doet eigenlijk met de zaal wat jij ook nog zou moeten doen. Jij moet die mensen zelf inpakken en ze niet laten inpakken door je coach. Nee, dat is een kleine geintje. Toen ik hoorde dat je dit nummer ging doen, toen dacht ik, jezus, wat een oudbollig, niks zeggend ruknummer. Maar nu doe je het. En ik denk van, jezus, wat goed. Vooral in de refreinen heel erg sterk. Het is wel waar. Moet je kijken wat een mooi podium je hebt. Je hebt werkelijk geen centimeter benut van dit podium. Je bleef maar staan. Ik dacht, kom eens hierheen. Maak die zaal gek. Dat kan absoluut verbeterd worden. Maar vocaal gezien ben je geniaal. Dankjewel. Lisa. Blijf je staan. Ja, dus Lisa, je ziet er geweldig uit. Dankjewel. En... ja, weet je, als we onze grote, lieve Treintje Oosterhuis zien zingen... die doet alleen maar dit met haar hand. Die gebruikt ook dat podium verder niet. Dus ik zou me daar niet te druk over maken. Je ziet, het publiek ligt nu al aan je voeten. En ik denk dat je daarin ook wel kan groeien. Maar we hebben het al 100 keer gezegd. Wat heb je toch een geweldige stem. Het is een enorme herrie hier. Ik wilde nog wel even toevoegen. Ik vind jou geweldig, maar de keuze voor dat nummer met zo'n band achter. Ja, dat is wel een stom nummer natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Geweldig liedje. Ja, geweldig liedje. Ja, je stond toch weer op tafel. Dat vinden wij. Het is jammer dat we niet mogen kiezen om er een jurylid naar de maan af te vuren. Want dan had ik vanavond een hele goede keuze geweten. Lisa. Lisa. Ik hou het heel netjes, want weet je wel. Talk to the hand, because my elbow is so tired on your face, baby. You did it! Window, can't hear you, can't see you. Ja, als ik me er ook even enigszins mee mag bemoeien. Erik en Stacy, jullie zeiden, weet je... Pak het publiek in, maar ik hoor al 10 minuten... Lisa, ja. Lisa, nee, Lisa, 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 Lisa. Ja, dat doet ze wel met haar stem. En maar ze twee woorden. Eerste lidwoord. Ik hoor blind als. Groen. Maar goed, hoe vond jij dat het ging? Ik vond dat het goed ging. Maar dat over dat bewegen, dat was afgesproken. Ik heb met de choreografen afgesproken. Die vond het geen goed idee om te lopen bij het nummer. Dus hebben we dat niet gedaan. Anders had ik het wel gedaan. Daar is de verklaring. Ja. Je gaat ook al, je volgt je eigen pad, hè? En ik vind het zo grappig dat jij jezelf dan een mietje noemt. Ja, maar dat is... Ja, mensen denken inderdaad altijd dat ik heel erg stoer ben en zo, maar... Je bent stoer, man! Ja, dat lijkt misschien zo. Oh. Ja. Een paar bekenden. Ja, ik zie iemand zitten. Dieneke. Nou, Dieneke. Ja. Nou goed, we kletsen straks nog even na met Dieneke. Ongelooflijk goed gedaan. You're the Voice, dat zong Lisa. En heeft haar voice jou helemaal overtuigd? Dan heeft ze nu jouw voice nodig. Stem op Lisa! Bel 0909 1305 of sms haar naam 3131. Dankjewel.